De mysterieuze beroving van Ali B. die einde 2021 de gemoederen flink bezighield, blijft onopgelost. Het speurwerk van de politie heeft niet geleid tot de aanhouding van de verdachte, zo werd donderdag bekendgemaakt. Inmiddels is het onderzoek afgerond, maar zijn wij helaas niet tot een verdachte gekomen, verklaarde een woordvoerder van de politie. De nacht van de horlogeroef die zich afspeelde voor het huis van Ali B. in Almere is er één die in het geheugen van de rapper en zijn chauffeur gegrift staat. Overvallen door meerdere schimmige figuren met automatische geweren, verloor Ali meer dan alleen een kostbaar bezit. Het incident liet een onuitwisbare indruk achter. Alsof het noodlot er nog een schepje bovenop deed, werd niet veel later zijn neef Yusser slachtoffer van een vergelijkbare misdaad, een gebeurtenis die eveneens onopgelost blijft na het staken van het onderzoek in mei 2022. Via een videoboodschap op Instagram deelde Ali B. toen met zijn volgers dat hij en zijn gezin gelukkig ongedeerd zijn gebleven. Mensen wilden wat hebben, ik heb dat gegeven. Het gaat goed, en ik hoop dat ze de daders pakken, sprak de rapper. Blozende en zenuwachtige Willem-Alexander flirt met Jutta Leerdam. Binnenkort moet Ali B. zelfs als verdachte voor de rechter verschijnen wegens verkrachting en wangedrag. Het heeft er alle schijn van dat Ali B. veroordeeld zou worden en achter de tralies zal verdwijnen. Wellicht komt hij Marco Borsato nog tegen in de gevangenis dan.